Hoe is het om aan het hoofd te staan van een familiebedrijf? Ik ga erover in gesprek met Malou Mulders van Prins Pet Foods. Welkom bij CVD-TV. Ja, Malou, van harte welkom. Dank je. Ja, ik zeg aan het hoofd staan, maar dat doe je niet alleen, hè? Nee, klopt. Nee. Jullie zijn met z'n drieën? Ja, met z'n drieën, klopt. Sinds een paar jaar, hè? Ja, sinds een jaar of twee nu. Ja, laten we eens beginnen bij het allerbelangrijkste. Ben jij een honden- of kattenmens? Toch een hondenmens. Ja? Ja. Heb je ze ook? Nee, momenteel niet. Nee? En ook geen katten? Nee. Je hebt zelf geen huisdieren? Nee. Oei. Ja, ik heb twee kleine kinderen, dat is wel even... maar die eten wat anders, toch? Ja, dat klopt. Laten we eens heel erg bij het begin, want ik vind het heel leuk om familiebedrijven zijn, vind ik best wel onderbelicht in Nederland, terwijl we draaien erop, er zijn er gewoon superveel. En daar heerst een soort specifieke dynamiek die ik superboeiend vind. Laten we bij het begin beginnen, dat was 1963 volgens mij, hè? Kun je vertellen hoe het bedrijf is ontstaan? Het is opgericht door meneer Verkade. Die is ooit begonnen in de kalvermelk. Ja, Dirk. En, ja, klopt. Ja. Ja. Dus dit jaar bestaan we 60 jaar, dus dat is wel een hele mooie mijlpaal. En op een gegeven moment had hij zelf twee honden en die hadden vachtproblemen. En een beetje in de jaren 60, 70 kwam eigenlijk pas echt diervoeding op. Hè. Daarvoor was het gewoon nog... Vreten wat potschap. Precies dat, ja. En hij begon eigenlijk met ook mensen te vertellen wat eigenlijk voeding voor dieren deed. En vanuit de kalveren, maar daarna ook vanuit de honden. En toen heeft hij zelf een klein persje gekocht. En toen dacht hij, ik ga zelf maar eens proberen om een brokje te maken voor mijn honden. En zo is het letterlijk begonnen. Zo? Ja. Wanneer is het dan een soort van bedrijf? Want hij weet je nog hoe dat begin is gegaan? Wanneer het echt een soort van bedrijf werd? Nou, op zich wel mooi. Het is ooit, voordat we überhaupt een brokje hadden, ging hij eigenlijk al heel actief het land in om eigenlijk te vertellen wat voeding eigenlijk deed met het dierenlichaam. Ja. En ook wat de uitwerking was daarvan. En dat is eigenlijk nog steeds wel de DNA van ons bedrijf. Van joh, weet je, geef advies, geef een goed advies. En dan laten dieren ook zien hoe het doet. Dus voordat hij überhaupt zelf een brokje had gemaakt, was heel erg vanuit een adviserende rol. Dus dat heeft hij eigenlijk heel lang gedaan. Dus echt door het land heen overal lezingen geven over het belang van een goede voeding. En op een gegeven moment gingen mensen natuurlijk ook vragen, ja, als je zo goed weet, waarom maak je dan ook niet zelf een brokje? En met zijn eigen honden vervolgens daarop getest toen die problemen hadden. En een beetje in de jaren 70, toen werd het wel echt een serieus bedrijf. Ja. En nu, want even kijken, want wat is jouw band met Dirk, zeg maar? Kun je dat eens uit? Want er zit een generatie tussen. Ja. En jullie zijn dan derde generatie, maar hoe zit jij eraan vast? Ja. Zeg maar, even de keten. Ja, precies. Inderdaad, meneer Verkade heeft het opgericht. Ja. En je noemt hem ook meneer Verkade. Ja, zo, dat is ook een beetje inderdaad hoe het gewoon in het bedrijf heet. Ik zeg Dirk, maar dat is eigenlijk heel ongepast. Ja, nee, mag wel hoor. Vanaf nu meneer Verkade. Precies, ja. En in het jaar 2000 heeft zijn dochter het overgenomen. Ja. Samen met mijn vader weer. Ah. En er zijn een soort van twee geïntegreerde families. Dus jij bent eigenlijk aangetrouwd, zo kan je het zeggen. Ja. Oké. Okay. En met wie doe jij het nu dan? Ja, dus dat is weer de dochter ook weer van Lies. Dus de dochter van meneer Verkade. Ja. En één iemand die is geen familie. Oké. En wat maakt het voor jou een typisch familiebedrijf? Toch wel de cultuur, denk ik, binnen het bedrijf. Je merkt gewoon dat... Ja, er zit natuurlijk echt... De geschiedenis zit echt in het bedrijf. Maar ook veel mensen die echt al heel lang bij ons werken. We produceren ook zelf. We doen echt alles in eigen huis. Dus het is ook allemaal in één straat. Dus je merkt ook gewoon een heel collectief gevoel, zeg maar, binnen de hele club. En gewoon een hele platte organisatie. Hoeveel mensen werken nu? Ruim 100. Ruim 100? Ja. En is dat verdeeld op verschillende locaties? We hebben dan drie panden in één straat. Dus dat zijn wel verschillende locaties, maar wel gewoon in Veenendaal. Ja. En daarnaast hebben we nog in Lelystad hebben we nog Edupet. Dat is eigenlijk ons opleidingsinstituut waar we dierprofessionals en dierenliefhebbers opleiden. Dus dat is een andere... Want vertel eens, want jullie zijn meer dan... dat zei je in het begin al heel even, maar jullie zijn meer dan een brokkenfabriek, hè, die gewoon de producten oplevert en dat is het dan. Want jullie hebben er van alle dingen omheen zitten. Kun je vertellen waar het allemaal uit bestaat? Onze payoff is eigenlijk ook meer dan voeding. Dus dat komt inderdaad ook ergens vandaan. Ja. Maar het komt eigenlijk, dat komt toch weer even terug naar het ontstaan van Prins. Dus dat is echt wel de rode draad ook de afgelopen 60 jaar geweest. Is dat wij er gewoon echt in geloven wanneer je goed advies geeft, dat de verkoop vanzelf volgt. En dat betekent dus ook dat je dus, ook qua marketing, dat je dus een hele andere mindset hebt. Dat betekent...
Bijvoorbeeld ook al dat we eigenlijk nooit prijspromoties ondersteunen we nooit. Dus je zal ons nooit met 20% korting in een folder ergens zien staan bijvoorbeeld. Omdat we denken, ja, weet je, willen onze klanten zeker wel belonen voor loyaliteit, maar dat doen we op een andere manier. Hoe dan? Nou, denk bijvoorbeeld aan een giveaway dat ze, weet ik veel, een voerton of een EHBO-cursus voor je hond of kat bij aankoop van een product krijgen of dat soort dingen. Dus oftewel, een goed product kost gewoon geld. Je schenkt geen prijs vechten. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar dat betekent dat we eigenlijk de afgelopen jaren een heel waardenetwerk hebben gebouwd van alle activiteiten die we doen. Dus dat betekent, we hebben inderdaad diverse labels in de markt gezet, dus naast voeding. Want print is echt het merk. Voer. Waar komt die naam vandaan eigenlijk? Dat is eigenlijk niet... Meneer Verkade. Ja, dat was dus een beetje lastig. Want ooit heette we wel Verkade, maar dat was met de andere koekjes was dat een beetje lastig. Meneer Verkade had heel veel familie in Zuid-Afrika wonen. En daar ging hij op een gegeven moment naartoe en zei hij, ja, ik moet toch een andere naam voor mijn product hebben. En heel veel grote honden in Zuid-Afrika, die heten Prins. En daarom heten we Prins. Oh, serieus? Dat is een leuk verhaal, dit. Ja. Ja. Maar hij kreeg een beetje gezeur ook van de Verkade koekjes. Ja. Die begonnen een beetje van, hey gasten, kom even niet in ons. Dat was helemaal niet zo handig, ja, precies. Oké, okay. Oh, vandaar Prins. Ja, okay. Dus, maar goed. Ga door. Want ja, even terug. De basis is natuurlijk echt de voedingen. Dus dat zijn echt hondenkattenvoedingen. Daarnaast hebben we eigenlijk een hele educatieschild eromheen en activiteiten die we daarom doen. Dus dat is inderdaad naar opleidingen voor, denk aan mensen die in dieren speciaalzaken werken, maar ook voor gewoon consumenten die gewoon iets meer over hun dier willen weten of activiteiten met hun dier willen doen. En de derde pijler die we hebben is experience. Dus dat is dat we echt klanten een onvergetelijke ervaring tussen mens en dier willen geven. En jullie hebben een experience center of zo, hè? Ja, ook dat hebben we ook. Dat is ook onderdeel daarvan. Maar zitten mensen erop te wachten dan? Ja, ze komen dus. Ja? Maar ja, waarom komen mensen dan? Die komen dan gewoon voor een gezellig dagje uit omdat ze gek zijn van dieren. Ja, zeker. Ja. Dus je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je mensen die echt gewoon fan zijn van je merk. Maar ook heel veel... Ja, er zijn eigenlijk ook geen... in Nederland althans geen bedrijven waar je kan kijken hoe voer wordt gemaakt of diervoeding wordt gemaakt. Maar hebben jullie echt fans? Ja, zeker. En hoe komt dat dan? In eerste instantie zou ik denken van gast, ik word er geen fan van, met alle respect, van een petfoodbedrijf. Maar hoe denk je dat ontstaat dan? Dat mensen echt een soort van fan worden van jullie? Dat zit ook wel gewoon in, ik denk ook wel de cultuur van het bedrijf en de geschiedenis van het bedrijf. Als je bijvoorbeeld, wat ik net over een stukje kennis delen. Ja. We hebben 12 dames die de hele dag door advies geven over voeding, opvoeding, gezondheid, gedrag van gezelschapsdieren. Hoe doen ze dat aan telefoon, chat, mail, video, en waarom alle dames? Kanalen. Omdat er nooit een man solliciteert. Denk dat echt? Dus het is geen... onze quotum zit wel goed, maar dat doen we niet. Ik werk nu 12 jaar binnen de organisatie, maar ik weet dat ik, toen ik daarnet werkte, dat echt mensen tegen me zeiden van, ja, maar weet je, wat is je business case? Hoe verdien je dat terug? Ja. En ze hebben, dat doen we al sinds de jaren 70, 80 hebben we daar een groep mensen zitten. Want ja, weet je, het zijn echt begeleidingstrajecten. Hè? Dus het is niet, je hebt een vraag met je dier en dan krijg je wel antwoord. Maar we hebben gemiddeld 6 weken lang contact met een klant. Als je een dikke hond hebt, dan stop je niet een brok in een loop. Maar die gaat dan naar een dierenarts dan? Ja, nee, ze bellen ook ons. Ja. En jullie begeleiden dan ook echt? Ja. Maar het is natuurlijk wel op een gegeven moment dat ze echt dierenartszorg nodig hebben, dan verwijzen we natuurlijk door. We gaan geen doktertje aan de telefoon. Maar jullie zijn een diëtist, zijn jullie voor de dikke honden? Ja, bijvoorbeeld. Maar verdienen jullie dan geld mee? Nee, want we doen het gratis. Maar het is wel vanuit natuurlijk doe je wel onderzoek om te kijken van in hoever zijn mensen klant, worden ze daarna klant. Helemaal dichtrekenen kan je het niet. Maar het is ook gewoon het geloof vanuit de filosofie dat we zeggen dat is iets voor een beter dierenwelzijn waar we in geloven en daarom doen we het. Want daarvoor bestaan jullie. Ja, zeker. Ja. En heb je nog meer dingen? Experience Center, noemde je al? We hebben eigenlijk inderdaad dan 3 pijlers. Dus voeding, educatie en experience. En daarbinnen hebben we allemaal diverse activiteiten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook weer een hele andere tak. Maar bijvoorbeeld Prins Playgrounds. Dat zijn echt een soort van speeltuinen, bootcamps voor honden en mensen die we bij vakantieparken en gemeentes hebben staan. Waar we mensen motiveren om actief met hun hond bezig te zijn. En dan kan je denken, wat heeft dat nou met voer te maken? Vrij weinig, maar wel vanuit waar we heel erg in geloven is heel erg die band tussen mens en dier. Dat die gewoon versterkt wordt en dat mensen ook gewoon buiten zijn, actief met hun dier bezig zijn. En daar heb je nog een stukje positieve branding om je merk heen. En jij bent commercieel verantwoordelijk, hè? Ja.
Heb je wel eens discussies intern? Want ik kan me best voorstellen dat daar kun je ook helemaal los in gaan. In zo van het geloof, waarom je raison d'être. En daarom moet je allemaal dat soort dingen vol met passie allemaal doen. Ja. Maar hoe vaak komt het dan voor dat er toch ergens een spreadsheet ridder zit van... Hey Malou, luister, we moeten ook even gaan rekenen en even naar de winst- en verliesrekening kijken. Zit daar spanning op? Nee, vind ik eigenlijk wel meevallen. Nee, ik zit even nu... Iedereen staat daar wel achter. Ja, goed, je moet natuurlijk wel een verhaal hebben. Maar we zijn niet eenmaal, zo kan je alles doodrekenen, dat is wel mijn mening. Want sommige dingen zijn ook gewoon niet terug te rekenen. Mm. Maar we zijn juist dat we meer kijken van passen binnen onze organisatie. Is het ook voegt het wat toe aan de hele klantreis en binnen het hele waardennetwerk waar we onze klant willen behouden. Ja. Want uiteindelijk gaat het om dat je die klant in elke levensfase van een dier wil bedienen. Dus van de oriëntatie tot het afscheid nemen van een dier en alles daartussen. En dan binnen die drie pijlers moet het plaatje kloppen. Ja. En als we iets bedenken wat daar niet binnen past, dan moet je het ook gewoon niet willen doen, denk ik. En de brokjes zijn een middel tot dat doel eigenlijk. Ja, ja. Grappig. Ja. Ik sprak jou op, of tenminste, jij stond op een congres met een of andere welluidende titel. En dat had iets met omnichannel te maken volgens mij. Dus is marketing ook een van de gebieden waar jij over gaat? Of wat je interesse heeft? Zeker, ja. En wat versta jij onder omnichannel? Dat is uiteindelijk dat we natuurlijk aanwezig willen zijn binnen... bij alle kanalen waar onze consument of potentiële klant, waar die aanwezig is. Mm-hmm. Dat ben ik nog steeds heilig van overtuigd. Alleen waar we nu wel een paar jaar geleden hebben ingezet, is dat we eigenlijk wel hebben gezegd van... je hebt natuurlijk die klantfocus-strategieën, waar iedereen al jaren over heeft. Van je hebt de klant in het midden staan en alle verschillende touchpoints eromheen waar je moet zijn. Ja. Alleen, je ziet nu wel dat de hele digitaliseringsslag er natuurlijk wel een andere kijk op heeft gegeven. Dus het gaat niet meer zozeer om dat je binnen alle kanalen aanwezig moet zijn. Nog steeds wel, alleen je kan veel gerichter aanwezig zijn. Want als jij weet wie je klant is, of ze een hond of een kat hebben, hoe zwaar ze zijn, hoe groot ze zijn, dan kan je veel meer getarget en gepersonaliseerde communicatie doen. Ja. Waardoor je dus echt meer naar de inzicht in die klant gaat. En daardoor dus ook omnichannel opereert. Hoe doen jullie marketing buiten je eigen media / activiteiten, noem ik het maar even. Je owned media, wat je allemaal zelf allemaal doet. Wat natuurlijk allemaal ook touchpoints zijn. Ja. Maar hoe ziet verder jouw marketingstrategie eruit als je echt naar de externe kanalen kijkt? Hoe vul je die dan in? Ja, bij ons zijn echt onze verkooppunten heel erg belangrijk. We hebben een beeld te geven. 70% van onze omzet gaat echt via de fysieke retail. Via de dierenspeciaalzaken. Ja, dierenspeciaalzaken en tuincentra. Tuincentra. Dus echt de Pets Place, de Intratuin, dat soort partijen. En dan hebben we ongeveer 20% gaat online. Dus direct. Via webwinkels. Nee, niet alleen direct hoor, maar ook gewoon via een bol. Precies. Maar jullie verkopen, jullie hebben ook eigen e-commerce activiteiten. Ja, klopt. Okay. En daarnaast heb je nog 10%, dat zijn denk aan fokkers, hondenscholen, pensions, asielen. Dat zijn natuurlijk ook echt allemaal onze partners. Waarbij we wel, waar ik echt in geloof, en dat werkt ook als je namelijk echt je kanaal, is echt een onderdeel van onze waardepropositie. Dus we zien het ook niet zozeer echt direct als verkooppunt. Tuurlijk, daar gaat de handel uiteindelijk doorheen. Mm-hmm. Maar ook in samenwerking met onze partners zijn we kritisch naar kijken van, voegen ze ook waarde toe voor ons merk? En willen ze ook adviseren? En willen ze ook die klant loyaal houden? Want uiteindelijk wil je een heel honden- of kattenleven. Wil je die klant natuurlijk loyaal houden aan je merk en het kanaal vanuit je partnership waar je mee werkt. Ik kan me voorstellen dat... zijn jullie klanten... Ja, ik heb ooit gehoord, dus in deze wel heel relevant, de bekende uitspraak, if you want loyalty, buy a dog. Ja. Maar zijn jullie klanten loyaal? Kun je die loyaal noemen? Ja, zeker. Zeker, ja. Heel loyaal. Ja, en dan heb je bij de hondenklanten zijn nog loyaler dan de kattenklanten. Oh ja? Ja, kattenklanten die willen nog wel iets sneller typisch kattenklanten. Ja, altijd weer de kattenklanten. Oké, dus hondenklanten zijn nog... maar ik kan me wel voorstellen, als je helemaal met je hond ook inderdaad en het voer klopt, dat je ook niet zo snel wisselt of zo. Nee, klopt. Nee. Ja. Dat is ook wel wat we pretenderen. Ook al zit hij op een ander merk, doet hij het goed, laat hem er ook gewoon op staan. Hey, jullie leiden bedrijven z'n drie, hè? Ja. Hebben jullie een soort van verdeling wie wat doet? Ja, ik zit echt wel primair op de printstak, zeg maar. Ja. En dan hebben we één collega meer op echt de experience-tak en de ander wat meer op de educatietak. Aha, oké. Okay. En is er een CEO? Nee, die hebben we dus niet. Oh, zoeken? Of niet zoeken? Nee, ook niet zoeken. Maar, nee. Wie is dan de echte baas? Of doen jullie dat niet aan? Nee, doen we niet aan. Doe je met z'n drieën? Ja. Ja? Ja.
En is het bedrijf van jullie of hoe werkt dat? Ik weet niet, als ik een impertinent vraag stel, moet je zeggen, maar hoe ziet de aandelenstructuur eruit? Ja, van ons en ook van de vorige generatie. Die zit er ook nog in. Ja. Bemoeien zich die er nog mee? Nou, ja, natuurlijk heb je wel gewoon je kwartaalmeetings, maar ja. Nee, met de dagelijkse. Maar die zit in een soort raad van adviesachtige dingetjes. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Hoe lang heeft zo'n traject geduurd voordat jullie met z'n drieën in charge kwamen en de andere, zeg maar, terug, de andere twee terugtreden? Hoe lang duurt zo'n proces? Want dat lijkt me best lastig als die voorgangers net zo gepassioneerd zijn over het bedrijf als jullie. Ja. Dan lijkt me dat best lastig. Nou, het is natuurlijk niet iets wat je zeg maar in een jaar doet. Weet je, er zit natuurlijk wel een heel traject aan vast. En ook om te kijken waar iedereen's ambities ligt. Waar is iedereen sterk in? Wordt iedereen blij van? En wil iedereen ook bij het bedrijf blijven werken? Dat is natuurlijk ook wel een essentiële vraag. Ja. Maar op een gegeven moment wel. Ik werk natuurlijk al heel lang samen met mijn vader. En ook wel uiteindelijk naar elkaar uitgesproken van, joh, weet je, of je moet helemaal uit, zeg maar, of niet, want anders werkt het ook niet. En die heeft gelukkig gezegd van, joh, jullie gaan nu het spel spelen, het is nu voor jullie. We hebben er vertrouwen in, ook vanuit de familie, en ga maar. Is er ooit, moet ik pas dat niet een heleboel vragen in één stel, is er ooit een optie geweest dat niet jullie het zouden overnemen, maar dat het bedrijf verkocht zou worden aan een externe partij? Nou, dat is wel natuurlijk ter sprake is gekomen, niet echt heel erg inhoudelijk, maar wel gezegd van, joh, als nu de volgende generatie het niet wil overnemen, dan gaan we dat doen. Ja. Alleen, nou ja, dat is niet uiteindelijk. Jullie stonden te springen om, want je ziet nu best wel veel familiebedrijven die moeite hebben met opvolgingen. Dat is echt een trend. Ja, klopt. Ja. Maar goed, dat is ook een beetje, het is ook geleidelijk gegaan. Hè? Ik bedoel, het is niet ineens dat je op vrijdagmiddag die vraag krijgt. En weet je, dus het is ook. Ja, precies. Ja. Dus we zijn er ook wel gewoon organisch ingegroeid. En ik denk dat dat voornamelijk heel belangrijk was. En ook al voordat zeg maar de vorige generatie eruit was, dat we ook al wel op een bepaald niveau verantwoordelijkheden hadden. Mm-hmm. Waardoor het ook niet in één keer cold case is van, nu mag jij het stokje overnemen. Is Nederland jullie volledige markt of is het ook buitenland? Nee, ook buitenland. Oké. Okay. Ja. De reden dat ik het vraag is, ik kwam, en dat is nog een onderwerp dat ik graag met jou wil behandelen, want dat lijkt me echt super moeilijk en spannend. Dat is, als ik kijk naar de markt, naar de concurrentie met name, dan zie ik daar, tenminste, correct me if I'm wrong, ik zag iets van United Pet Food en van een Belgisch clubje. Ja. Die gaan naar de miljard omzet, hebben ene meneer Dominique Dumoulin, ken je hem? Ik ken hem, ja. Ah, dat dacht ik al. 22 fabrieken, daar zit een partijtje achter, die heet Waterland, dan ken ik die toevallig. Nou, daar zit heel veel geld achter. Ja. Die zijn als een dolle aan het groeien, aan het opkopen. Ja. Hoe verhouden jullie je tot dat soort, als dit gebeurt in een markt, dan dat heet consolideren volgens mij. Ja. Dat betekent opkopen, groot worden. Hoe verhouden jullie? Nou, dan hoef je niet je hele strategie bloot te leggen. Nogmaals, als ik een impertinent vraag stel, moet je zeggen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dan daarnaar kijkt. Ja, maar zij zijn echt wel een private label producent. Dus zij produceren zeg maar voor andere merken. Ja, en wij produceren voor ons merk. Zeg maar. Dus maar dan nog. Maar zij zijn echt gigantisch. Ja. Maar zij produceren ook echt voor wereldwijde partijen. Ja, weet je, wij zijn echt, we doen iets buiten Europa, maar wij zitten echt primair is het echt de Europese markt waar we op ons focussen. Dus ja, zij zijn wel echt enorm. Kunnen zij een bedreiging zijn voor jullie autonome groep? Want wat zijn jullie groeiambities? Die zijn hoe, ja, nee, zeker wel. Maar of zij een concurrent voor ons zijn, zij zijn niet echt een merk, zeg maar. Dus het is, zij produceren. Ze zijn een fabriek. Zij produceren de brokjes. Maar als zij morgen zeggen van, we gaan een eigen merk doen, dan blazen ze je met een factor 10 binnen een half jaar. Ik chargeer nu bewust, toch? Als ze dat zouden willen. Ja, daar ben ik niet zo bang voor. Nee. En als zo'n partij nou morgen naar jullie toekomt en die zegt van, jullie weten heel veel van merken. Ja. Wij nog niet, maar dat is een markt waar wij ook in willen. Ja. Dus we willen jullie hebben. En dan gaan we heel hard groeien samen. Wat zou je dan zeggen? Nee. Want? dat is ook, weet je, het is gewoon ook, we vinden het zo leuk wat we nu aan het doen zijn. We hebben ook echt zo'n sterk merk gebouwd. Maar we zijn ook wel een bijzonder merk. Nou, ook vanuit de activiteiten die we doen, die ik net vertelde. Mm-hmm. En dat doen we gewoon vol overgave met plezier. En dan denk ik, weet je, het is ook niet mijn ambitie om nu te zeggen, joh, weet je, ik wil ook 1 miljard omzet wat zij hebben, wil ik gaan draaien. Dus we vinden het gewoon ook leuk wat we doen. We zijn daar goed in. Daar zie ik nog heel veel mogelijkheden en kansen. Mm-hmm. Maar wel op de manier die bij ons past. Oké, okay. En jij ziet, ik heb het al gevraagd, maar het lijkt mij zo spannend, omdat je, ik snap het en ik en
ik zou dat denk ik ook eerder ambiëren, maar we zien andere voorbeelden in andere branches waarbij op een gegeven moment dat dit spel zo hard en snel wordt gespeeld, dat het gewoon die walsen er overal overheen. En dan moet je wel mee of niet, maar dan is het einde verhaal. Maar dat zo zwart-wit zie jij dus heel duidelijk niet. Natuurlijk, weet je, ik bedoel, uiteindelijk dat is ook onze kracht en dat moet het ook blijven. En daarom moet je vooruit blijven lopen en blijven innoveren. Ja. Weet je, wij moeten die klanten ook blijven behouden. En we zeiden het net, hè, we hebben vrij loyale klanten, maar we moeten natuurlijk ook nieuwe klanten krijgen. Ik bedoel, de dieren gaan op een gegeven moment ook dood. Dus ja, weet je, dus je moet als merk blijven innoveren op product, maar ook op alle diensten en service die je aanbiedt. En, en daar je hele netwerk samen met je partners, daar geloof ik in, opbouwen. Ja. Maar ja, weet je, een merk bouwen, ik bedoel, natuurlijk, hè, weet je, als je echt denkt, je gaat morgen merken in de markt zetten en ik heb, weet ik veel, miljoenen budget, ja, dan ga je zeker wel wat realiseren. Ja. Maar aan de andere kant moet je ook de consument nog weten te vast te houden. Ja. Ja. En als het gaat om innovatie, waar zit hem dat dan met jullie in? Als je naar de komende paar jaar kijkt, zowel op product als op diensten en communicatie, waar zie jij, wat zijn trends en ontwikkelingen waar jij nu mee bezig bent? Nou, als je echt naar product kijkt, zijn het gewoon echt alternatieve ingrediënten. Dus denk bijvoorbeeld aan plantaardige voedingen bijvoorbeeld. Ja, ook daar dezelfde trend als bij de mensen, ja? Ja, ja, wij lopen altijd net even zeg maar een soort van 2 jaar achter de humane trends aan. Dus dat kan je altijd wel. Dus de honden en katten gaan ook allemaal naar de vega, vegan en alles toe? Dus, ja, kan allemaal. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld ook zie je nu heel veel. Krijgen we binnenkort ook een product voor op basis van insecten als eiwitbron wordt gebruikt. Ach, en, het zal die hond verder borst wezen. Ja, precies. Letterlijk. Ja, ja. Oh, het ik heb ook worsten voor, hoor. Want eten zijn veel vlees, beesten. Dus, in jullie producten zit daar veel, zeg maar, of is dat al heel erg plantaardig? Dus nee, er zit wel vlees in. Ja, honden kunnen wel, die hebben dat niet per se nodig. Een hond kun je vegetarisch voeren als je wil, een kat niet. Nee, die moet vlees hebben. Ja, die heeft taurine nodig om, ik zal niet in detail treden, maar een kat is vrij lastig. Oké, dus daar zit op productniveau zitten daar ontwikkelingen in? En ja, voor de rest waar ik gewoon echt heilig in geloof, is dat wij ook als merk, en daar zijn we ook wel hard aan het bouwen, is dat we ook naar de toekomst toe meer moeten bieden dan alleen ons product. Dus ik denk aan de service en diensten die we faciliteren. We hebben natuurlijk ons opleidingsinstituut waar we ook meteen zeg maar, de professionals kunnen opleiden. Ja. Maar dat zie je ook heel erg in het fysieke kanaal nu. Hè? Dus dat ook gewoon de winkels, ook waar wij mee samenwerken, die moeten ook meer gaan bieden dan alleen het product om die klant vast te houden. Dus of nou dierenartspraktijken, trimsalons, vachtconsulten, weegconsulten, nagels knippen, chippen van je dier. Ja, dat gebeurt tegenwoordig ook steeds meer op die winkelvloer. En wij faciliteren daarin en we leiden de mensen op. Zodat je ook een andere samenwerking met je partners daarbinnen nog hebt. Heel erg een fysieke wereld. Hè? Het valt me mee, want je zegt ook hoeveel procent, echt keihard online. 70% is gewoon nog steeds gewoon offline. Dat blijft ook zo, denk je? Of wordt online, groeit dat harder? Nou ja, in coronatijd zag je natuurlijk dat het echt zo ging. Maar nu zie je echt dat dat afvlakt en dat online weer een positie pakt. Ja. Okay. Sorry, offline. De fysieke retail. Ja. Of in ieder geval de... Laatste vraag, wat voor soort. Wat voor soort leider ben jij? Ik denk wel passievol en bevlogen. Ja. Dat wel. Ik weet heel duidelijk wel waar we heen willen. Ik heb wel echt die stip de horizon waar ik naartoe wil. Dat ik daar wel echt vol passie in zit. En daarin ook in dat enthousiasme ook wel mijn collega's weet mee te nemen om dat doel te bereiken. Ja. Okay. En als je met de ondernemerspet opkijkt en je kijkt naar de afgelopen... hoe lang ben je nu een soort van in charge? Dat is nu een paar jaar, met een paar rumoerige jaren corona meteen te pakken. Noem eens wat ondernemerslessen die voor jou waardevol zijn geweest. We hebben inderdaad... het is inderdaad even, zeg maar, coronatijd was voor ons natuurlijk echt... gigantische groei, want de hele wereld die schafte wel een huis hier aan, zeg maar. Dus dat was echt alle zeilen bijzetten extra uren draaien en maar zorgen dat je die handel kon blijven leveren. Vorig jaar was een heel ander jaar, want wat zagen we toen? De oorlog brak uit, de grondstoffencrisis, enorme prijsstijgingen. We weten het allemaal of het nou energie was of dingen. Ja. Het was ineens een totaal tegenovergestelde, zeg maar, om je bedrijf te managen. Dus dat was super leerzaam, maar ook wel pittig. Wel, zeker wel. Omdat je komt vanuit 2 jaren dat je niet weet waar je het vandaan moet trekken. Ja. Tot, op zich die omzet liep wel door. Alleen uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen de omzet die je maakt. Het gaat uiteindelijk ook van, hoe kan je kosten in de hand houden? Ja. En inderdaad, je wil niet alles
direct, of ja, dat moet je misschien ook niet willen, maar doorbelasten aan de consumentenkant. Nee, nee, nee. En dan je klant zien vasthouden, want wij zijn ook eens flink gestegen in onze adviesprijzen. Ja, ja. Onze concurrenten ook, alleen uiteindelijk moet je wel zorgen vanuit ons dat we die prinsklant vasthouden. En dat had wel andere uitdagingen dan dat we de jaren daarvoor hebben gekend. En wat zijn de lessen die je eruit hebt geleerd? Uit beide kanten misschien, ja, van beide de medaille. Kanten. Ja, ik denk toch ook wel, als ik nu terugkijk, is dat ik zo in het moment zat van handelen. Omdat het zoveel van je gevraagd wordt op dat moment. Dat je eigenlijk als ondernemer soms vergeet om weer even verder te kijken van, oh ja, weet je, wat is onze strategie voor de komende jaren? En dan merk ik dat we nu ook weer even terug ben. Ik zelf ook vanuit de rust van, oh ja, en wat gaan we nu doen, ja, zeg maar. Dat je omdat verliest je, in de dagelijkse hectiek. Ja, me. Echt dat, ja. En dat ik denk van, nou, dat moet me geen tweede keer overkomen, zeg maar. Daar moet ik mezelf bewust van zijn, ja. Om te zeggen van, nou, zorg ook dat je ook dan je moment pakt om ook verder te blijven kijken. Ja, om er even boven te vliegen en te kijken. Ja, wat, dat vooral. Ja, precies. Ik wens je heel veel succes daarmee de komende jaren. Genoeg werk aan de winkel volgens mij. Zeker. Nou, ja. Gaat goed en kopen, als ik een huisdier zou hebben, dan zou ik Prins Pet Foods kopen. Nou, gelukkig maar. Maar Lou, dankjewel voor je verhaal. Yes, jij ook. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal van toch de mooie familiebedrijven die we hier in Nederland hebben. En heb je geluisterd naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. En voor beide kanalen geldt, ik vind het super tof. Als je abonneert, dan mis je helemaal niks meer. En laat op de podcast ook een review achter, dan weet ik wat je van dit gesprek vond. Ik ben er super benieuwd naar. Voor nu, dankjewel. Hoi.